Gisteren ging in Utrecht op Nederlands Filmfestival de nieuwe documentaire van Daan Jongbloed in première. Een film waarna zijn succesvolle Boer Peer naar werd uitgekeken. Je bent naar het klooster in Sint Agatha gegaan. Wat is dat voor iets? Wat is dat voor een klooster? Oud klooster, hè? Het oudst bewoonde klooster van Nederland sowieso. Daar wonen de Kruisheren. Nog 6. Ja. Het zijn er 6. We kunnen even kijken naar de beelden van Sint Agatha. Dit is het klooster. Het is een enorm gebouw met 6 mannen erin. Ja, vroeger een stuk of 40. Maar dat maakt een hele verlaten indruk dan, of niet? Lege gangen. Ja, nee, stel ik me voor. Ja, behoorlijk lege gang. Ja, heel deel van het klooster is afgesloten en ze leven in een klein deel van het klooster nog. Maar behoorlijk leeg, ja. Een grote ruimte, grote tafel met een paar mannen die daar nog wonen en leven. En jij hebt op een gegeven moment, ben je daar aan de deur gaan staan, jongens, mag ik een tijdje bij jullie komen wonen? Ging het zo? Ja, ik kreeg het idee om een film te maken over een klooster. Dus ik heb heel veel kloosters benaderd. En heel veel kloosters was ik niet welkom. En deze man, Joe, die heb ik toen op een gegeven moment te pakken gekregen toen ik dit klooster belde. En toen was ik in ieder geval welkom voor een kop koffie. En toen kwam ik langs en toen heb ik eerst Joe ontmoet, met Joe gepraat. En toen de andere kloosterlingen mijn idee voorgesteld van ik wil een documentaire maken. En niet gelijk het celibaat, dat was ook niet gelijk mijn idee. Maar wel een... Ik ga het met jullie over seks hebben, heb je niet gezegd? Nee, nee, niet zo direct, maar wel over persoonlijke dingen. Ik kom geen film maken over de geschiedenis van dit klooster of over de traditie, maar over jullie. Ja. Als mens, hoe is het om je leven lang in een klooster door te brengen? En dat is mijn intentie. En dan hebben we een paar dagen over nagedacht en toen zeiden ze, nou kom maar, ik krijg een kamertje. En, ja. En je moest zelf ook nadenken? Of je het met die mannen wilde, of niet? Of ja, dacht jij meteen van, nou, dat is... Nee, ik zie het wel altijd zo. Als ik dan zo'n eerste ontmoeting, dan zeg ik er ook bij. Dan ga ik er ook nog over nadenken. En dan moet ik ook nog subsidies in te krijgen. Dus als dat afhoudt, dan houdt het ook een beetje op eigenlijk, zeg maar. Maar ik wil wel ook eerst kennis maken. Dan ga ik daarna, heb ik eerst een paar dagen ook gefilmd. En dan kunnen we daarna ook weer verder zo erover hebben. En op een gegeven moment maak je de keuze van, die gaan we voor. Ja, en ik denk dat die mannen toch ook wel nieuwsgierig waren naar... wat ik kwam doen. Ja, en toen, je hebt gewoon echt een zomer daar op een kamertje gewoond? Ja, verdeeld over een aantal, ja. En moet ik me dan voorstellen dat je echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat daar met die camera loopt? Nee, het is ook, jij hebt een rituelen, dus 's ochtends gebed en dan ontbijt, middagmaal, koffie, 's avonds een biertje. Je ging gewoon mee? Ik ging mee daarin en tussendoor hebben ze hun eigen dingen. Je leeft als een kloosterling? Maar nee, ik ben als filmmaker, want ik was gewoon een film aan het maken. Maar ik bedoel, ik heb de eerste week wel proberen heel erg dat ritme mee te leven, maar dat hoeft eigenlijk niet per se. Hoe beviel dat eigenlijk? Werd je er rustig van? Dat hoor je wel. Ja, dat vragen meer mensen, maar ik heb dat ook weer niet zo intens beleefd. Ik ben dan toch te veel met die film maken bezig in plaats van met... Het was geen retraite voor jou? Nee, het was geen retraite. Nee. Nee, nee. Maar je hebt die mensen gesproken en er zijn prachtige gesprekken uit voortgevloeid. Ook een beetje zoals dat bij Boer Peer ging, met veel stiltes ertussen. Soms een tikkende klok op de achtergrond. Laten we even een stukje kijken. Dat maakt mij heel nieuwsgierig natuurlijk. Hè? Hoe dat is... Gewoon van iemand anders, van een ander aan te raken en ja, als je dit ziet, dan staat je verstand er ook bij stil. Dat is natuurlijk waar het eigenlijk om gaat bij het celibaat. Je raakt iemand niet aan. Dat deel mis je in het leven, ja. De intimiteit en de liefde in verbinding met een ander in ieder geval, zeg maar. Dan komt daar misschien de liefde van God voor in de plaats, maar... En hij zegt, ik word er wel heel nieuwsgierig van. Nou, maar hopen dat hij niet al te nieuwsgierig wordt. Er zijn er al zoveel weg daar, hè? Er zijn er een hoop weg. Voor mij in de jaren 60, 70 zijn heel veel paters vertrokken. Ook omdat ze verliefd waren, werden. En dit zijn de groep mannen die dan toch is gebleven. Ja. En dan uiteindelijk blijf je. En dan bij de ene echt omdat het zijn roeping is. En omdat dat gewoon de keuze is waar die nog steeds achter staat. Maar bij sommigen misschien ook wel omdat het een keuze is. Ja, kies dan maar weer eens voor een andere weg. Ja. Ga dan maar weer eens... Wist jij van tevoren dat celibaat, dat jouw thema zou worden? Nee, eigenlijk niet zo heel concreet. Maar misschien als ik iets dieper had nagedacht... vind ik dat natuurlijk wel gelijk een vraag die... Ja, maar het zijn wel moeilijke onderwerpen om met die mannen te bespreken, lijkt mij. Ja, maar in principe is het ook weer zo'n menselijk thema... als ik gewoon een beetje beschrijf van... ik kan me bijna niet voorstellen hoe dat is... om gewoon de intimiteit niet te ervaren en ja, mijn verlangen om lief te hebben is zo sterk. Hoe doe je dat? Hoe hou je dat vol? Gewoon vanuit je eigen verhaal. Vanuit mijn eigen, zo breng ik het en dan wil ik, ja, ik weet niet of jullie het willen, maar ik zou daar graag over willen praten. En dan zeg ik, nou, stel maar, vraag maar. Heb je ze de film laten zien? Ja, natuurlijk. Ja. Hoe vonden ze het? Nou, ik vond het sowieso een spannend moment om met hun samen die film te kijken. Want het ding is ook wel, ze leven allemaal dit leven volgens het celibataire. Maar ze praten nooit onderling erover met elkaar, echt zo. Want ze hebben nooit gevraagd, hoe is het nou voor jou? Lukt jou dat wel helemaal? En hoe zit het met jouw verlangens en dit en dat? Dus ze zien ook voor de eerste keer van allerlei openbaringen van elkaar. En vooral van een van de paters die ook voor het eerst vertelt dat hij op mannen valt. En daar wist ook nog niemand van zijn medebroeders. Oh, je hebt het hele leven daarover hoop gehaald, joh. En ik heb er dan eerst met die ene pater zelf gekeken van... wil jij dat we dit met je medebroeders gaan bekijken? En nou ja, ik zat ook met klop het hart te hopen dat het gewoon goed valt. En dat hij niet... maar gelukkig zat er dan... Het viel goed? Het viel goed, ja. De ene zei wat minder. Maar er was ook de man die je eerder ziet met het baardje... die wij een fragmentje van liet zien, die legde gelijk een hand bij hem op zijn schouder. Van, ja, dat wist er wel lang. Maar als je er niet over begint, ja, dan beginnen wij er ook niet over. Dus eigenlijk werd er ook wel weer... ik heb ook wat gevoeld dat er toch wel een soort opluchting is... vanuit de pater die dat heeft kunnen... Ja. Uiten. Maar ja, nu komt natuurlijk wel veel naar buiten en ik weet wel, ja, dan ben ik wel, ik ben wel benieuwd en ik hoop ook dat er gewoon heel veel, dat er vooral positieve reacties komen en dat hij, dat het is, want ze komen wel kwetsbaar in naar voren. Ja, zeg maar. Ja. En op de een of andere manier hou jij daarvan, hè, kwetsbaar. Dat vond ik bij Boer Peer ook, kwetsbare oude man. Ja. We hebben hier weer een kwetsbare groep mensen die over heel kwetsbare onderwerpen spreken. Ja. En dan komt Daan erop af, hè? Ja, dat vind jij mooi, toch? Ja, maar kwetsbaarheid is ook weer een woord wat je een beetje negatief kan interpreteren. Maar ik zie daar ook heel erg de kracht van in, of de schoonheid. En naast die kwetsbaarheid zit vaak ook weer... Boer Peer is heel kwetsbaar omdat hij oud is in de thema's. Maar tegelijkertijd zie ik ook een superkrachtige man... Ja. Die zijn werk blijft doen en heel hard werkt, zoals... Zoals onze boer Peter hier aan tafel. Ja, dezelfde handen. Daar ben ik bekend voor, ja. Zie je dezelfde handen? Ja, ongeveer wel. Ja. Werkhanden en de peers. Ja. Ja, en bij deze man ook dat ze zo open zijn, dat is heel kwetsbaar. Maar ik heb er tegelijkertijd heel veel bewondering voor dat ze zo open zijn. Want ik bedoel, iedereen die heeft heel veel dingen in zich. En je kan dat verbergen, maar het laten zien vind ik soms eigenlijk nog veel stoerder. Staan dus, op de een of andere manier ook allebei een beetje buiten de wereld, hè? Allebei jouw onderwerpen. Ja, dat zijn natuurlijk Boer Peer en de monniken. Ja. Goed, celibaat. Dat is jouw film in elk geval. En mensen die daar naartoe willen... we mogen 2 vrijkaartjes weggeven voor de Brabantse première. Komende vrijdag in de Vokale Fabriek. Jij bent erbij, hè? Ik ben er ook bij, ja. Vokale Fabriek in Den Bosch. En dan moet je even mailen naar kraak.omroepbrabant.nl. De film draait nog op veel meer plekken in Brabant. En die zijn te vinden op de website sediebaat.com.